Tweede nieuweling in de B2 is Ezra Walian, spits en voetballer puur sang. Toen ik in de wieg lag was het altijd al, was er een balletje en dan ging ik tegenaan trappen. En ja, toen ik eindelijk kon staan, toen ging ik eigenlijk al tegen een bal aan trappen. En toen wilde ik al heel snel op voetbal en toen was ik denk ik 4. En toen ben ik begonnen met voetbal. Toen is overgekomen van AZ. Ook een hele grote, sterke jongen. Als je hem ziet, dan denk je ook van, nou, hoe oud is die? Maar is pas 14, is nog, denk ik, een van de jongste uit de groep. Ja, is ook een hardwerkende speler. Vorig jaar had ik een heel goed seizoen eigenlijk. Zag ik ook Nederland zelf al en toen vanuit daar is Ajax wel echt, die zei wel dat ze belangstelling in me hadden. Ja, toen wist ik al dat dat mijn droom was, Ajax. En als je je droom kan waarmaken, dan moet je dat denk ik altijd doen. De trainer is bij de meesten ook nog niet echt bekend. Dus wat voor type is hij eigenlijk? Ik denk heel goed gestructureerd, goed geordend, weten wat ik doe. Hij is natuurlijk op sommige momenten is hij streng. En op andere momenten is hij gewoon, gewoon gezellig. Gewoon ligt eraan hoe we zelf spelen, denk ik. Is it past the goalkeeper? That is a goal of death to the place of the game. En wat zou het antwoord zijn van Ajax? Lange bal op Dekker. Voorzet. Walian kopt. En de redding van Owusu. Mooie aanval. Maar Ajax bleef doorgaan hier met invallen Donny van de Beek. Voorzet. Komt de bal terecht bij Walian. En die scoort de 4-2. De eindstand. Een terechte nederlaag. En Ajax B2 gaat volgende week op zoek naar eerherstel tegen Vitesse AGOV. Prachtige naam, mooi schot, maar helaas geen doelpunt. Dan de invaller Ezra Walian. Walian, een echte kooltjesdief, legt hem terug. Andere invaller Donny van de Beek. Goed schot. Donny van de Beek dan op Walian. Walian sterk. Doeltrap van Tim van der Linden. Bal wordt opgepikt op middenveld. Goed gestoord daar door Jordy Bruin. Paas op Clement. Clement heel mooi uitgehaald en scoort 1-0. Uitgerekend de man met de voornaam Pelle scoort 1-0 tegen Feyenoord. Pelle Clement uitstekend gedaan. En een verdiende voorsprong. Tim van der Linden kansloos. Van Den Haag was op zoek naar eerherstel. Dildersen komt de bal bij Walian. Ezra Walian om zijn man heen schiet en wat een doelpunt. Ezra Walian 1-0. Voorsprong had gebracht. Dan weer Ajax met Nouri. Komt de bal bij Walian. Walian over de doelman heen, vierde paal en scoort de 3-1. Zijn tweede treffer van de middag. 3-1 was ook meteen de eindstand van dit duel. Bruin. Op Walian. De topscorer van de B1. Nou wordt het meteen 1-1. Nee! Ongelooflijk. 2 keer op de paal. En hij zit er niet in, Walian. Dankerlui. Dankerlui. Die bal. Gaat hij erin? Die gaat erin. 2-1. Nouri tikt hem eerst binnen. Maar volgens mij... Walian met het laatste zetje. El Azouzi. Aanval gaat nog steeds verder. Riedewald, Even Moffidis. Walian. Komt hij daar op de paal. Wederom. Even Moffidis maait over de bal. En dan in het zijnet. Corner. Dit is de beker waar Ajax en Anderlecht voor gaan spelen. De beker die beide clubs al een keer gewonnen hebben. Sterker nog, Ajax al 2 keer. De AEGON Future Cup. En de enige andere club naast Ajax die hem wist te winnen is Anderlecht. Dat was in 2011. Kort. Dat is wat te hoog. Soesie is daar dan nog hoog. Goeie actie, goede voorzet en dat moet hem dan zijn, maar dat is hem niet. Wat een kans om echt terug te komen in de wedstrijd. Goeie actie, Walian lijkt dan al te kunnen schieten, dat lukt niet. Ja. Hier de eerste mogelijkheid, de echte, en die zit er ook meteen in via de spits van Ajax en de topscorer van de ploeg in de competitie. Ezra Walian. 21 goals in 20 competitiewedstrijden maakt die en nu in de 18e minuut. Zet die is op voorsprong. Veld 1, de openingswedstrijd in de pool tussen Ajax en FC Toronto. In een 1-0 overwinning dankzij een goal van Ezra Walian. Ja, ik ben ten eerste gewoon blij dat we die 3 punten hebben gepakt. Dus de eerste wedstrijd is altijd belangrijk in de pool. En dat ik mijn goal pak is ook is gewoon lekker. Ja, je had er heel veel zin in vooraf. Had je last van een beetje spanning toch voor zo'n toernooi of niet? Nou, je hebt altijd wel spanning. En dit was wel een goede spanning. Ik was niet nerveus dat het verkeerd ging. Ik had gewoon zelfvertrouwen. En ik denk dat het hele team gewoon zelfvertrouwen had in dit toernooi. Bazoer. Bazoer. Ja. Komt er heel end. Bazoer, daar is de mogelijkheid voor Ajax. Het schot wordt geblokt door de doelman. Sao Paulo hier, de kansing. Wat een geweldige uithalen hier. De derde mogelijkheid misschien via Nouri. Maar met name de tweede is verwoestend. Op de inzet van hem, van Walian. En dan een herkansing volgt via Bazoer. En 1-2 tussen Bazoer en Walian. Ezra Walian, die kan verder. Die haalt goed uit. De redding van de doelman levert deze schot ook op van. Dus duidelijk meer aan elkaar gewaagd Ajax en Sao Paulo dan in de eerste wedstrijd Ajax en Toronto. Dat duel kreeg Toronto zeggen en zij hebben 1 mogelijkheid. Sao Paulo en Ajax hebben er in deze wedstrijd ieder al meerdere gehad. Walian scoort! Maakte de enige goal in de eerste wedstrijd tegen Toronto en maakt nu ook de eerste in deze tweede wedstrijd van Ajax tegen Sao Paulo. Hier de pas van Vissers. Walian, de doelman, eigenlijk gezien, die staat zeg maar halverwege. En krijgt die bal heel beheerst door Walian onder hem doorgeschoven. En er staat 1-0. Zo, de tweede wedstrijd voor Ajax in Pool A geëindigd in een overwinning met 1-0. Ja, die paas die kwam van jouw voeten geloof ik hè? Dat kwam van mijn voeten, ja. Zag je het gaatje? Ik zag het gaatje en Ezra scheelde goed. Dus. Walian scoort! Maakt de enige goal in de eerste wedstrijd tegen Toronto en maakt nu ook de eerste in deze tweede wedstrijd van Ajax tegen Sao Paulo. Ezra Walian. Dan Walian, invaller, speler van de B2 met een hoog standje. Prachtige actie dit. Weet precies waar de bal is, schiet, schot gekraakt. De inzet dan nog in de rebound, maar geen doelpunt. Terwijl die actie van Walian zeker een doelpunt. Dan de tweede helft. Als de berichten uit Rotterdam komen dat AZ met 2-0 achter staat, wordt het feest groter op de toekomst. De spelers van de B1 weten er echter nog niks van en gaan gewoon vrolijk verder. Hier is het 4-0, Walian. Nadat Nouri de paal raakt. De B1 loopt weg bij hekkensluiter Almere City. Direct door naar de B1 van Ajax. Een jaartje ouder dus. En zij speelden een uurtje later, afgelopen zaterdag, met hier de eerste kans. Nou ja, schot van de wedstrijd. Ezra Walian, de spits van die grote huizen. De doelman van de B1 hoeft niet in actie te komen. Walian, schotje. Maar Jan Bekkema, de blonde doelman van Heerenveen, laat zich niet verrassen. Dan een kopbal van Walian. Het derde kansje voor de nummer 9 van de B1. Orlando Trustvol. Binnenkort komt zijn team uit op de Future Cup. En hier komt het op 1-0. Walian, nu wel. Mooie paas van achteruit. En hij wipt hem over Bekkema heen. En de voorsprong dus voor de B1. Hier is het Vince Gino Dekker. De linksbuiten van het team met de goede voorzet. En Walian met zijn tweede van de wedstrijd. 2-0. En waar eerst dus El Idrissi, dan snapt de B1 aan het tegentreffer. Heerenveen komt niet tot scoren. De B1 nog wel een keer. Weer is het Walian. Zijn derde van de wedstrijd. Een hat-trick voor hem. En een 3-0 overwinning voor de Beek. 4-2 voor Feyenoord. Dan wordt er meer en meer gejuicht. Walian. Nou, een foutje achterin bij Almere City. En het is 6-0. Het wordt een keurige afsluiting van de B1. Zoals gezegd, fanatiek gesteund. En uiteindelijk kronen ze zich toch tot kampioen van Nederland. De kans was klein, maar de titel is binnen voor de B1. En dat in een seizoen waar ook de finale van de Future Cup werd bereikt. En ze nog meestrijden om een plek in de finale voor de beker. Jullie zijn kampioen geworden vandaag op de allerlaatste wedstrijd van de competitie. Hoe voelt dat? Lekker, lekker, ja. Blijdschap bij de Groningers. Mooie paas van achteruit in de richting van Owusu. Owusu met de voorzet richting Walian, de topscorer. Ezra Walian, mooi schot, net over het doel. En hij, Orlando Trustvol, ziet dus zijn ploeg met 2-0 achter staan. Dan de tweede helft, de corner van Damiel Dankerlui. Hij krijgt hem terug. Dankerlui trekt hem opnieuw voor. Kopbal Walian en dan van dichtbij de aansluitingstreffer Jairo Riedewald. Hij maakt de 2-1. En dan gaat het snel in Wezep. Weer Dankerlui. Even Moffidis. Op Terry Lartey. Lartey met de voorzet. Riedewald vangt op. En de bal bij Walian. En zoals gezegd, hij is een echte afmaker. Want dit doet hij heel koelbloedig. Het is 2-2. Slechts een paar minuten na de aansluitingstreffer ook de gelijkmaker. En weer een paar minuten later. Weer de bal bij Dankerlui. Weer komt Terry Lartey mee. Lartey gaat hem voortrekken. En daar van heel dichtbij Walian met de 3-2. In een tijdsbestek van 6 minuten buigt de B1 een 2-0 achterstand om naar een 3-2 voorsprong. En dat is zeer knap. Goed mee opgekomen van Lartey. Wederom. En simpel binnengetikt door Walian. En Moffidis nog met de vrije trap. En met veel moeite Heidekamp, de doelman van Groningen. Laatste minuut van de wedstrijd. Groningen met de laatste aanval van de wedstrijd. En daar ontsnapt de B1. De bal op de paal van de invaller Spijodic. Maar ook meteen het eindsignaal. En ook de B1 van Ajax wint de beker. Zij pakken dus de dubbel. En wat een mooie wedstrijd. Groningen was er dichtbij. Stonden lang met 2-0 voor. Maar uiteindelijk is het de aanvoerder van Ajax, Damian van Bruggen, die de beker omhoog haalt. Gaan we door naar de A2. En houdt u pen en papier bij de hand. Want hier is het al heel snel 1-0. Ezra Walian na een mooie voorzet van Vince Gino Dekker. En in deze wedstrijd worden maar liefst 12 doelpunten nu rechtgezet. Noordhof met de lange bal in de richting van Dekker. Dekker met de voorzet en Ezra Walian tikt de bal van heel dichtbij net naast het doel. Volgende aanval. Walian is er vandoor. Die moet je geen kansen geven. Zo is het 8-1. Na rust Ezra Walian. Dan is het natuurlijk zoeken naar de dubbele cijfers. Maar dat duurt even. Walian schiet hier bijvoorbeeld voorlangs. Al is even in deze wedstrijd een relatief tegen Turnhout. Uiteindelijk komen die dubbele cijfers er wel als Walian hier de keeper omspeelt. En hem keurig netjes binnenprikt. 10-1 dus. Na rust een aantal invallers. Waaronder deze Jordy Bruin. Speelt de bal naar de linkerkant. De voorzet is er. De bal komt uiteindelijk terecht bij Ezra Walian. Via Geraldo Becker overigens is het Walian. Die scoort de spits van de A2. Scoort dus ook bij de A1. Dat was de 78ste minuut. Hier is weer Becker. Becker vindt Walian. Walian vindt zijn ploeggenoot van de A2, Jordy Bruin. En die heeft een keurige stiftbal in gedachten. En voert dat ook goed uit. Jordy Bruin bepaalt de eindstand van de A1 op 6-1. Polen, de doelman, is kansloos. 1-0 voor Feyenoord. Leiden hier op F. Morfidis. Even Moffidis. Ajax bouwt nauwkeurig aan de aanval. Via Bruin weer Even Moffidis. En dan de voorzet richting Ezra Walian, de spits. En die heeft een prachtige goal in petto. Wat een doelpunt van de nummer 9 van de A2. Deze spits scoort zo makkelijk. En dit is een heel knap doelpunt. Wipt de bal over Sam van der Pijl heen. En Tim van der Linden is gepasseerd. Gerry Vink is de trainer van de A2. En dit is Feyenoord in de aanval. Bruin neemt over en stuurt Walian diep. Met een prachtige dieptepaas. Goed gedaan, Walian over de doelman heen, over Van der Linden heen. Maar Walian wordt neergehaald en dat betekent rood voor Van der Linden. Feyenoord moet verder met 10 man. Een terechte beslissing van de scheidsrechter. Immediately after that though, Darren Sidoul, the right central defender, gives a beautiful pass. Shared by Bill Rosen, Nouri with a great pass to Van der Beek. He kicks the ball into the post. And then Ezra Walian scores 2-1 against his former club AZ. Last week, Walian scored for the Ajax under-19s, even though he's only 15, and now he scores for the under-17s. He's also scored for the under-18s this year. It's the second half now. Nouri sent a nice pass to Van der Beek. These two players were the stars of the under-17s last Saturday. El Idrissi with a nice pass to Nouri, and then Walian scores at close range again after Nouri has passed to him. Very nice, well done, great attack. Ajax extend their lead. In the second half, there are very few attacks by AZ. Nouri passes to Dil Rosen. Dil Rosen's very fast and agile, and he's away. Dil Rosen looks around to see where to pass the ball. Dil Rosen passes to Van der Beek, who's completely free again. The ball reaches Walian via the crossbar, and he scores his third goal of the match. And there were three easy goals, but goals nonetheless. A hat-trick for Ezra Walian. And here's Walian again. Great how he keeps going. In between two opponents, he's awarded a free kick just outside the penalty area. Goal van de Beck van Owusu. En dan wil de A1 meer. De paas is hier richting Walian. Walian prikt hem bijna in het doel. En dan El Azouzi. Tegen zijn oude club maakt hij de winnende goal. En op nummer 2. Ook niet mis. Spits Ezra Walian van Ajax A2, die hier in de wedstrijd tegen Feyenoord de bal controleert, zijn tegenstander in de luren legt en vervolgens koeltjes scoort.